Dag voetballiefhebbers, welkom bij Friday Night Foot, het B-Win Betting Insights programma van 11. Dit weekend wordt speeldag 31 in de Jupiler Pro League afgewerkt en samen met Frank Boeks blikken wij vooruit. Frank, welkom. De laatste rechte lijn naar de eindstreep van de reguliere competitie is echt ingezet, dus de knikkers worden al maar belangrijker. Daarom dat onze Clash of the Week tussen Antwerpen en Anderlecht zo goed als zeker een nagelbijter wordt. want... Voor allebei is puntenverlies te vermijden met het oog op de Champions Playoffs. En laat ons beginnen met Anderlecht, Frank, met een 13 op 15 ja, in een uitstekende competitieflow. Hè? Ja, het loopt goed. Ze hadden dan één goede helft, wel de tweede, tegen Oostende genoeg om de drie punten thuis te houden. Natuurlijk is Antwerpen Oostende niet. Antwerpen kan met slecht voetbal ook resultaten boeken, hebben we al gezien dit seizoen. Um, of ja, slecht voetbal, met minder voetbal uh, dan dat de voorzitter daar wil. Uh, dus ik denk dat het, uh, dat het een spannende wedstrijd wordt, inderdaad. Kleine kanttekening bij, bij Anderlecht, behalve Genk waren de tegenstanders niet meteen de grootste namen. Maar goed, die wedstrijden moet je ook winnen. Ja, inderdaad, klopt. Uh, ze hebben natuurlijk, uh, de laatste vier wedstrijden hebben ze nog uh, Gent, uh, Antwerpen. Dus ja, het is uh, in die wedstrijden dat het moet gebeuren. Uh, ze hebben ook nog de bekerfinale. Dus ze hebben nog uh, alles in eigen handen. Uh, maar het moet wel gebeuren en dan mag je thuis tegen Antwerpen eigenlijk niet verliezen. Uh, Antwerpen, ja, wat is daar aan de hand? Het huwelijk Priske uh, Gijs is, dat staat na vorig weekend ja, echt wel op barstes. Uh, wat na 6 op 15 misschien ook niet verrassend is? Nee, uh, het, is, het is iets minder, het gaat iets minder. En uh, ja, ik denk dat die voorzitter ook wel ziet dat uh, Gent eraan komt en dat Anderlecht uh, weinig punten laat vallen. Uh, dus ja, dat het nog moeilijk wordt om in die top 4 uh, te blijven, maar dat ze toch. Wel lang tweede stonden en dat ze daar ja, redelijk zeker waren dat ze erbij gingen zijn. Is er nu uh, plaats voor uh, onzekerheid en dat, uh, dat, ja, dat voel je dan met spanning en dat voel je dan uh, met druk. Dus ik denk dat het uh, ja, voor Antwerpen ook wel een, een wedstrijd is van, uh, van te moeten misschien wel. Maar blaas je op die manier ja, de boel niet zelf een klein beetje ja, op ja, met ja, dat absoluut. soort dingen? Daar da, da, da is iedereen het over eens dat. Uh, dat uh, ja, dat je je trainer ondermijnt, of het gezag van je trainer ondermijnt als je zulke acties doet. Um, dat Priske dat niet kon smaken, ja, dat kan ik dan ook begrijpen. Maar hij is wel de baas. En als hij niet tevreden is, dan mag hij het ook zeggen. Dus ja. Dat is altijd een, een, een gevoelige kwestie. Dat is iets tussen trainer en voorzitter. En uiteindelijk krijgt de voorzitter gelijk, want hij is in de kleedkamer gegaan en ze winnen de wedstrijd <laughs> nog. Dus um, ja, heeft hij dan maar even, even voor trainer gespeeld. Uh, maar natuurlijk ja, kan Priske daar niet mee lachen, want zijn gezag um, ja, is toch wel een beetje te grabbel gegooid. Uh, ten op zich van de spelersgroep. De spelers zijn wel gaan zeggen: van we gaan hem nu toch niet ontslaan, blijkbaar. Ja, dat is. Ik, alles wat je ziet en hoort van de spelers, uh, staan ze volledig achter hun trainer. Uh, dus ja, dan moet hij die, die man ook zijn werk laten doen, want dan doet hij blijkbaar in de ogen van de spelers, die toch wel een, een ervaren groep heeft, uh, ja, doet hij toch wel goed werk. Dus ik denk dat het, uh, dat het een beetje een dubbeltje is tussen die. Ja. Het is een moeilijke situatie. Je moet eigenlijk in die kleedkamer zitten om het exact te kunnen, uh, ja, te kunnen schetsen. Want als je er niet bij bent, ja, dan weet je niet wat er gezegd is. Dan weet je niet hoe dat Priske daarop gereageerd heeft. Uh, maar het zal misschien deze wedstrijd blijken op Anderleg, dat, ja, dat ze misschien wel extra gemotiveerd gaan zijn voor de trainer. En dan is de hamvraag: wat gaan ze op Anderleg doen? Wat is jouw uitslag? Uh, ik denk dat ze beide één goede helft gespeeld hebben en dat ze uh, beide teams uh, twee goede helften gaan nodig hebben om de wedstrijd te winnen. En ik denk omdat Anderleg thuis speelt. Toch wel iets meer vertrouwen heeft dan Antwerpen, dat ze toch de punten thuis gaan houden. Dus ik zeg 2-1 voor Anderlecht. Ja, en bij Biwin zien we 1,65 voor Anderlecht en 4,80 voor Antwerpen. Uh, stel dat die These, dat is jouw These ook, uh, opgaat, dan zakken ze naar plaats 4. En als Gent dan ook nog eens wint, dan komen die op een punt. Ja, het gaat er nog warm worden in Deurne. Ja, inderdaad. Maar ook voor Anderlecht. Hè. Het gaat voor beide clubs. Het is ook nog Gent-Anderlecht nadien. Dus uh, het wordt daar spannend voor die plaats vier. Uh, en Gent ja, speelt een re ja, relatief makkelijke wedstrijd op Beerschot. Want ja, je gaat op bezoek bij de laatste. Mogen zij geen punten laten liggen. Kwamen goed weg tegen Waregem. Dat wil wel zeggen dat het, dat het echt spannend zal zijn tot de laatste speeldag. Oké. Okay. Club Brugge maakt voor de West-Vlaamse derby tegen Oostende een van zijn kortere verplaatsingen van het seizoen. Een verplaatsing waar ze zich niet te veel zorgen moeten over maken, Frank? Uh, op Oostende toch nooit makkelijk. Ivan uh, ja, Dragen heeft er toch wel een nieuwe, nieuwe swing in gebracht in dat elftal. Op Anderlecht uh, hielden ze goed stand in de eerste helft, hadden ze aanvallend uh, enkele mogelijkheden, maar de tweede helft waren ze minder. En Club na die bekeruitschakeling, hebben ze de ideale halte gehad in Serrey om uh, vertrouwen op te doen. Is ook fantastisch gegaan met uh, goede individuele prestaties, goede teamprestatie, uh, weliswaar tegen een heel zwak serrij. Uh, maar weer uit. Dus het is uh, voor de Club uh, ja, thuis toch altijd makkelijker. Of daar gaan we toch van uit. Dus ik, uh, ik zie het geen super makkelijke wedstrijd worden zoals op zijn rij, Maar Bruggen heeft wel in principe de, ja, de betere spelers en de betere kern. Want maar één keer de voorbij zes competitiewedstrijden kunnen winnen Oostende. Ja, dat is geen vette vis, maar eerder een mager garnaaltje het Oostende van vandaag. <laughs> uh, ja, oké. Okay, maar dat is ook waarom uh, dat Yves daar die nieuwe schwung inbrengt. Hij heeft uh, ja, redelijk wat wissels gedaan. Redelijk wat uh, uh, ingrijpende wissels gedaan. Jongens die lang niet gespeeld hebben terug in de ploeg. Uh, dus ja, ik, ik geef Yves natuurlijk ook tijd die ik elke beginnende trainer bij een, bij een ploeg geef. En ik, ik zie toch wel verbetering bij, bij Oostende. Dus dat is ook wel positief. Want club. Uh, ja, ja, Gent is daar een beetje de enige stoorzender geweest de voorbije twee maanden in, uh, in competitie en de beker. Uh, want voor de rest, knappe reeks. Ja, inderdaad. Uh... Ja, ik kan van Club Brugge eigenlijk heel, heel weinig slecht zeggen. Ze staan er terecht op die tweede plaats. Ze jagen ook nog op Union. Uh, dus ja, als je de play-offs wilt ingaan met uh, zo weinig mogelijk uh, punten achterstand uh, op Union, ja, dan moet je uh, gaan winnen in Oostende. Zo simpel is het. welk is jouw eindscore? Uh, Club Brugge gaat dat zakelijk aanpakken, gaat dat goed georganiseerd doen. En ze hebben het talent om uh, daar 0-2 te winnen. Ja, dat verwacht Bwin ook. een 6,50 tegen 1,46. Daar verwacht Bwin dus ook geen verrassing van de Kustboys. Uh, Beerschot, dan uh, krijgt Gent op bezoek. Mathematisch is het nog steeds niet over en oud voor Beerschot. Maar Frank, het is bijna aandoenlijk als je die denkpiste blijft aanhouden. Eigenlijk is het straf dat het doek daar nog steeds niet gevallen is. Nee, dat klopt. Maar het is ook uh, aandoenlijk als je, zegt, als je ziet dat je dan uh, de supporters nog iets kan geven in een heel slecht seizoen. Met de winst op Antwerpen om toch even die ploeg van de stad te kunnen zijn. Uh, en dat het dan eigenlijk, en dat mogen we toch wel stellen, door de var en door de scheidsrechtelijke beslissingen uh, niet zo is uitgedraaid. Uh, dus ja, ik, denk, ik heb er ook wel wat medelijden mee dat ze dan ook dat niet voor elkaar gekregen, maar ik denk dat dit inderdaad voor de spelers en de club uh, over en oud is. En als je dan Gent op bezoek krijgt die uh, volle jaagt op uh, die Champions play-offs, ja dan wordt dat een moeilijke klus. Ja, Gent, voor mij zijn de Buffalo's op dit moment de, de beste ploeg van, uh, van de hele reeks, vijftien uh, of 15 ook, daar valt niks op af te dingen. Nee, inderdaad. Maar ze hebben natuurlijk een midweekwedstrijd te verteren. Uh, dat kan in de benen zitten. Een, een verplaatsing uh, Europees spelen. Ja, zien hoe dat ze dat verteren. Want dat is nu ook al een, een lange tijd geleden dat ze nog Europees gespeeld hebben. Uh, en vaak zie je dan dat dan punten verloren worden. Uh, maar het is op Beerschot. Beerschot die toch wel ja, weinig vertrouwen heeft. En Gent die. Overloopt van vertrouwen en van kwaliteiten binnen die kern. Wat is jouw voorspelling in deze wedstrijd? Uh, ik denk als Gent een goede start kan nemen en vroeg op voorsprong kan komen, wat ze zeker zullen, zullen gaan proberen te doen, denk ik dat het een makkelijke 0-3 wordt voor Gent. 6 geeft BWIN voor een, uh, een beerschotzegen, 1-49 voor uh, Gentse winst. Ja. BWIN zou het doek voor de mannetjes dit weekend wel eens kunnen vallen. Ja, dat, 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 dat gun je Beerschot niet, want het is een mooie club, maar ja, ze hebben gewoon zodanig weinig punten dit seizoen dat het, dat het vroeg of laat moet gaan gebeuren. Tijd voor de best of the rest. oud de leuven. ontvangt Leider Union en Biwin ziet met 44 tegen 71 een Brusselse zegen. Wat voorspel jij, Frank? Ik voorspel ook een Brusselse zegen, maar een moeilijke. Ze kwamen op kortrijk ook al goed weg met een fantastisch doelpunt. En ik zie Undaf weer nodig zijn om 1-2 gaan te winnen in Oagel. Oké, okay, dan gaan we naar KV Mechelen. Dat krijgt Carolos op bezoek. En daar krijgt Maliwan met 230 tegen 3 het voordeel van Biwin. Wat is jouw eindscore? Ik uh, ga ook voor een uh, KV Mechelen overwinning 2-0 tegen Zalma. Duidelijke cijfers toch? Ja, ik, ik vind dat uh, KV Mechelen uh, bij die eerste acht hoort. En dat ze dat misschien nu wel kunnen veiligstellen tegen een rechtstreekse concurrent voor die uh, play uh, tweede play-off. Een tweede West-Vlaamse derby krijgen we met Cercle Kortrijk. 1,66 geeft B-win voor een Brugse overwinning. En 4,80 voor een Kortrijkse zegen. Ga jij met jouw uitslag mee in dat scenario? Ja, ik ga mee. Ik vind dat Cercle toch wel uh, aanvallend uh, direct voetbal speelt, goed voetbal speelt. En dat KVK uh, dat ook heeft. Maar dat hij uh, iets minder de balmeester uh, zijn Of dat hij iets. Uh, gemakkelijker zijn als ze de bal niet hebben. Dus ik denk dat Zerkelen de overwinning thuis gaat houden met 2-1. En dan is er Zulte Waregem dat het opneemt op eigen veld tegen Eupen. En met 2-37 tegen 2-85 is het verschil bij Biwin niet erg groot. Zien ze dat kleine voordeel voor Eupen ook vertaald in jouw eindscore? Ja, ik volg hier ook weer. Ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat Zulte Waregem uh, ja, verdedigend moeite blijft houden. En met Eupen met de nieuwe coach, dat er daar toch ook weer een nieuwe Elan is en dat er toch wel jongens zijn die uh, ja, die het einde van het seizoen uh, goed willen, willen afsluiten. Um, en ja, ze hebben ook nog de punten nodig. Dus ik denk dat het een belangrijke wedstrijd is om zich te handhaven. Um, weg te lopen van zijn rij. En Ik denk dat ze dat ook gaan doen met uh, 1-3. Mm -hmm. uh, met 1-51 voor Genk en 5-75 voor STVV. Winst trekt Biwin een duidelijke Genk-kaart. Hoe is het met uh, jouw kaarten voor deze wedstrijd, Frank? <laughs> ja, Limburgse derby is altijd speciaal. Ik heb er ook een paar gespeeld uh, met Sint-Ruijden. Dat is toch een wedstrijd die daar leeft. Dus uh, STVV gaat zich zeker. Uh, niet zomaar gewonnen geven in die wedstrijd. Maar Genk moet uh, gewoon die punten thuis houden. Ze zijn verplicht aan, uh, aan hun supporters en aan hun stand om die wedstrijd te winnen. En ik denk dat ze dat ook gaan doen uh, met uh, hulp van de Gouden Schoen. 2-0. 2-0. Uh, Ten slotte is er nog een echte Luikse derby met uh, Standaard-Serin. 1-78 versus 4-33. Uh, uh, dat is een duidelijk verschil in het voordeel uh, van, uh, van Standaard. Uh, ook jouw verwachting? Ja, maar dat heeft niet zoveel te maken met de goede vorm van standaard. Dat heeft alles te maken met hoe uh, zwak ze rijden was het laatste weekend tegen Club Brugge. Uh, er zit geen spirit meer in. Die geven, die geven eigenlijk al alles op. En die zeggen van oké, okay, wij gaan die, uh, uh, die barragewedstrijd uh, volledig voorbereiden. Ja, maar ik zou dan toch denken, bereid die dan goed voor met, uh, dat je met een goed gevoel daar kan, uh, kan ingraken. Maar dat was het echt niet. Het was echt uh, dramatisch. En dus zeg ik, uh, het is makkelijk om van serie te winnen, maar standaard doet het ook niet fantastisch dit seizoen. Ik zeg gewoon een 1-0 zegen uh, in de Luikse derby. Oké, okay, Frank, bedankt dat je weer uh, bij ons was. En u, beste vrienden, bedankt dat u uh, weer naar ons uh, zat te kijken. Uh, voor alle nieuwe klanten heeft uh, Bwin nog steeds die uh, speciale promotie voor de Clash of the Week. Als je deze week inzet op Ander legt wind en beide teams scoren, dan betaalt Bwin je uit aan een quotering van 20 in plaats van de originele 2,90. Je kan hiermee tot maximaal 100 euro extra winnen. Dat kan je al eens een rondje in de kantine meegeven. Succes ermee en blijf vooral veel genieten van veel voetbal hier bij ons op 11 Pro League. Bye bye.